Is a man not entitled to the sweat of his brow? Goedendag, welkom bij Plein Game TV. Ik ben Michael Kunot en vandaag gaan we het over hebben over Bioshock voor de PlayStation 3. Bioshock is een shooter. Het verhaal begint in een vliegtuig die neerstort, plant in het water. Je ziet een enorme vuurtoren voor je. Je bent geneigd om naar binnen te gaan. En je wordt gelijk uitgenodigd om in de duikboot te stappen. Je trekt aan de hendel. Je duikt beneden. En gelijk na een paar seconden zie je gelijk een beeldscherm voor je neus verschijnen. En daar wordt een filmpje getoond waar de directeur van de stad een kleine intro geeft over de stad en over de geschiedenis. En dan al na een paar seconden zakt het beeld en zie je ineens de stad voor je neus. Artist would not fear the censor, where the scientist would not be bound by petty morality, where the great would not be constrained by the small. In de meeste games zie je bijvoorbeeld filmpjes, een laadscherm en pas dan zie je pas de game zelf. Maar wat ze nou in Bioshock eigenlijk gedaan hebben, is dat de gameplay eigenlijk gewoon erg gestroomlijnd is. Dus je ziet eigenlijk nooit eigenlijk een tussenfilm. Het spel speelt zich af in de jaren 50. Dus je ziet de bewoners in de stad gewoon in de jaren 50 kleding dragen. Je ziet posters in de stad en je ziet ongeveer eigenlijk een soort jaren 50 stijl ook in de stad terug. Misschien eigenlijk een beetje science fiction aan de stad is dat de wetenschappers een soort goedje hebben ontworpen. Om het, eigenlijk het leven in de stad voor de bewoners wat makkelijker te maken. De wapens in het spel zijn eigenlijk gewoon zoals in ieder andere shooter, zoals bijvoorbeeld pistolen, machinegeweer. Weet je het eigenlijk denk ik wel. De vijanden in het spel zijn eigenlijk drie soorten. Je hebt de burgers natuurlijk. Je hebt een vijand die hebben een soort duikerspak aan. En die lopen dan met die kleine meisjes mee. Die kleine meisjes die moeten ervoor zorgen dat... Dat het spul wat die wetenschappers dan ontwikkeld hebben, dat het dan goed verkocht wordt in de stad, zodat de beurzen kunnen blijven gebruiken. Grafisch is het spel best wel mooi. Het spel mocht er wel een jaar eerder uitgepakt zijn op een andere console, maar dat maakt eigenlijk... Voor deze keer eigenlijk helemaal niet uit. Het spel speelt gewoon goed. Dat was eigenlijk denk ik wel het belangrijkste eigenlijk. Om als goed samen te vatten is Bioshock voor de PlayStation 3 best een heel erg goede game. Ik geef daarom het spel een 9,5. Het is gewoon echt dik verdiend. I am Andrew Ryan. And I'm here to ask you a question.